Wij zijn nu onderweg naar Aqualava. He's gotta be Shrek. Almost. Shrek the musical. Huh? Alien Hulk, yeah, especially these two. Yeah. Drinken, pizza, op naar Lux. Ja! Yeah! Ik ga zo meteen naar Waikiki toe, want daar zijn een aantal mensen pool aan het spelen. Hey allemaal, Denise hier en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik ben net klaar met werk en ik ga zo meteen naar Waikiki toe, waar een aantal mensen van Flamingo zijn en ook Erik. Hij is namelijk vandaag op bezoek in Lanzarote. Ik was eigenlijk niet van plan om uit te gaan vanavond, maar aangezien Erik er is, wil ik toch wel even wat tijd met hem spenderen. Ik had hem vanmiddag even gezien toen hij langskwam bij het hotel, maar dat was echt heel kort. Dus vandaar dat ik nu toch nog wel even uitga, zodat ik nog even met hem kan chillen. En mijn scooter van laatst staat er nog, dus deze ga ik mooi gebruiken om naar het centrum te gaan. Het is nu bijna 1 uur 's nachts en ik heb honger, dus ik ben nu patat aan het bestellen. Ik ben hier nu met Victoria en wij gaan foto's nemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu is het eigenlijk goede avond. Goeie avond. Goeie avond. Wij hebben net onze pool parade gehad en zoals je kan zien zijn er heel erg veel mensen in het zwembad. En tijdens het dansen begon het ook nog eens te regenen, dus het was weer super top. Ik was vandaag van plan om samen met Tove en Ebba te gaan shoppen in Arrecife. Maar die plannen zijn helaas niet doorgegaan. Zoals jullie kunnen zien ben ik wel helemaal ready to go outside. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga zo meteen eerst naar het hotel toe lopen om daar even te lunchen. En dan ga ik gewoon een dagje voor mezelf doen. Ik weet nog niet precies wat dat inhoudt. Misschien iets op mijn laptop doen. Ergens iets drinken, een ijsje halen, wandelen over het strand. Ik heb geen idee. Ik ben hier samen met Victoria en wij gaan even iets lekkers halen bij Thea's Coffeeshop. Ik heb de mokka frappé genomen. Wij zitten nu hier te genieten van het uitzicht. Ik ben hier nu samen met Emmy. Hi. En wij gaan naar de lighthouse lopen hier. Het is ongeveer 40 minuten, dus ik ben heel benieuwd. We zijn dus onderweg aan het lopen, maar we zijn nou echt nog geen 20 meter van het hotel. We zijn al 3 keer gestopt om foto's te maken, omdat we telkens hele leuke plekjes zien om foto's mee te maken. En kijk hoe cute Emmy er ook uitziet. We zijn nu ongeveer 3 kwartier verder en we zijn nog steeds gewoon in het begin. In plaats van 40 minuten gaan wij er denk ik 2 uur over doen voordat we er zijn. We zijn op dit moment even pauze aan het nemen, want het is toch wel verder dan we dachten. Verder lopen en de zon is ook vol op ons aan het schijnen. Dus we hebben het super warm, we drinken veel, we moeten inmiddels plassen. Dus dat gaat allemaal helemaal goed. En kijk, hier is de vuurtoren waar we heen willen. Dus we moeten best nog wel een flink stukje voordat we er zijn. We komen telkens dichterbij, daar zie je de vuurtoren. Maar wij lopen dus net hier langs en dit zijn echt allemaal cactussen. Echt super veel op dit moment. Helemaal door daarheen. En hier hebben we Emmy die een selfie aan het maken is. We komen telkens dichterbij en wat ik me net pas realiseerde is dat we hier hebben Montagna Roja, dat is die vulkaankraterbergding waar ik nou al 2 keer op ben geweest. En normaal gesproken zitten we dus aan de andere kant van Montagna Roja en nu zitten we aan deze kant. Dus dat besef ik me nu pas dat we daar gewoon voorbij zijn gelopen. We hebben het gehaald, zoals jullie kunnen zien. Het is nog steeds een stukje ver weg, maar de weg stopt letterlijk hier. Dus we vinden het nu al genoeg. Er staat hier ook behoorlijk wat wind. We zitten in de lighthouse, let's go back. We hebben eindelijk een plekje gevonden waar we even kunnen... En wie stikt meteen. We hebben eindelijk een plekje gevonden waar we even kunnen zitten, kunnen bijkomen, wat kunnen drinken. En we zijn net naar het toilet geweest, want we moesten echt heel nodig. We zijn weer aan het teruglopen en gelukkig zijn we bijna weer bij het hotel. We hebben een hele mooie zonsondergang hier op de achtergrond die je niet kan zien. Kijk, daar is die. En nu lopen we dus weer terug. En dan ga ik zo meteen mijn avondeten in het hotel nemen. Na dat tochtje van mij laatst naar de vuurtoren ben ik ziek geworden. Ik denk dat ik iets te veel zon op mijn hoofd had gekregen. En daarna had ik helemaal last van koorts, thuislucht, van alles en nog wat. Dus ik ben eigenlijk 2 dagen ziek geweest. 2 dagen alleen maar op bed gelegen. En nou is de eerste dag dat ik weer naar werk ga.
Ik moet vandaag de hele dag werken. Ik voel me nog niet super fit, maar ja, ik ga het gewoon proberen en ik doe het gewoon rustig aan. Als het goed is, is het niet zo heel druk in het hotel, dus ik hoop dat het me gaat lukken vandaag. Oh my gosh, it's a rainbow. Het is weer zo'n dag, zo'n hele rare dag in Lanzarote met een hele gekke weer hier. Ja, je kan het ook zien weer aan mijn bril. Het ging net even heel hard, dus we waren allemaal aan het rennen. Terug naar een overdekte plek. Het is gewoon zo raar hier. De vloer hier. De lucht is helemaal grijs. Net was hij nog blauw. Nu is hij grijs. Iedereen heeft een jas aan, capuchon op. Aren't you cold? Am I cold? No. But it's raining. I mean, and it's windy. I'm a typical Brit on holiday, that's what I do. That's true, that's true. Don't wear a jacket out in the sun. I mean, it's warmer than Britain. Nou, het zonnetje schijnt wel weer. Geen regen, maar er is echt ontzettend veel wind. Ik loop hier natuurlijk altijd op dit mooie stuk waar geen gebouwen staan en zo. Dus we hebben hier flink wat wind nu. Het is vandaag zondag team day en het is voor het eerst in echt een aantal weken dat ik niet mee heb gedaan met de poolparade. Dus dat was heel jammer vanmiddag. Maar nu is de grote teamshow weer bezig. En zometeen als ik hier klaar ben, dan ga ik ook naar binnen. Want na de show hebben we natuurlijk Superstar DJ. En dan ga ik weer meedoen met alle dansjes die ze doen. Luke is opera aan het zingen. Dames en heren, ik heb weer een nieuwe collega. Dit is Alexa. Zij is nu mijn nieuwe collega in Flamingo. Nieuwe collega dus omdat Victoria nu niet meer bij Foto Venti werkt. En dus Alexa is inmiddels mijn zesde switch. Want ik begon samen met Edu. Toen met Mark. Toen met Erik. Toen kwam Edu weer terug. Toen Victoria en nu dus Alexa. Vandaag is mijn schoonmaakdag, dus ik ga hier het huis schoonmaken. En daarna ga ik door naar de stad om te lunchen samen met Alicia en Tilbe. Maar dit gaan jullie pas in de volgende weekvlog zien. Vergeet niet om een like te geven, te abonneren en op de bel te drukken. En dan zie ik jullie weer in de volgende weekvlog.